Zeppelin. Goedemorgen, juffrouw Fenna. Goedemorgen, burgemeester. Hallo, daar ben ik weer. Gaat u boodschappen doen? Nou ja, een soort van natuurlijk. Ik heb even dat karretje geleend, want dan kan ik bij u die appels op komen halen, hè? De appels? Ja, heb ik u toch over gebeld een week geleden? Ik weet het heel even niet meer. Het is toch ook wat, hè? We hebben het veel te druk. U vergeet van alles. Ik heb u gebeld om te vertellen dat ik wil dat de bewoners in het dorp meer groente en fruit gaan eten. En appels horen daar natuurlijk bij, hè? Ja. En er zijn heel veel kinderen op school en je moet op school beginnen met fruit en groente. Dus ik dacht, 50 kinderen op school zitten die hier in het dorp, die moeten elke dag een appeltje. Nou, toen heb ik u gebeld om te vragen of ik ze bij u mee mocht nemen. Nou, ik heb er toevallig een paar geplukt, dus deze mag u meenemen. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja, dat is natuurlijk heel lief, maar dat zijn er natuurlijk veel te weinig. Maar ik heb er helemaal niet zoveel. Lieve schat. 50 kinderen op die school, die moeten elke dag een appel. Maandag 50 appels, dinsdag 50 appels, woensdag 50 appels, donderdag 50 appels, vrijdag 50 appels. Heb je mazzel dat ze in het weekend nog vrij zijn, dat scheelt 2 dagen. Dat zijn 5 keer 50 appels, juffrouw Fenna, bij elkaar. 5 keer 50, dat is heel veel appels. Maar ik heb er misschien 50 per jaar. Daar ken ik toch niks mee. Wat moet ik nou? Waar komt dat karretje vandaan? Nou, dat karretje heb ik geleend bij de supermarkt om bij u die appels op te halen. En in de supermarkt hebben ze vast een hele mooie groente- en fruitafdeling met appels! Nou ja, kijk wat een goed idee. Het kwartje valt hoor, ik heb hem helemaal helder. Hou jij lekker de appeltjes hier, bak je lekker taartje voor je moeder of zo. Gaat ik naar de supermarkt om appeltjes te halen. Lekker geregeld, gaat ik. Ja. Dag burgemeester aan de ketting. Appels per dag. Matthias, ja. Wat heb je nu weer allemaal meegenomen? Ja, ik dacht, ik neem dit keer even wat schedels mee. De schedels? Ja, dit zijn schedels. Dat zijn eigenlijk dat harde bot dat in je hoofd zit. Ja. En dit is dus het schedeltje van allemaal verschillende dieren. Nou, schedeltjes, dit is een behoorlijk grote schedel. Misschien heb je al een idee van welk dier het is. Nog niet verklappen. Ja. Ik ga een grote quiz met je spelen. Heb je er zin in? Heb jij een quiz bedacht? Zeker. En het gaat vandaag over tanden. Want we gaan vandaag de grote Zin in Zeppelin tandenquiz spelen. Okay. Dus ik dacht, wat kun je winnen? Mijn tandenborstel. Eeuw. Is dat jouw oude tandenborstel? Ja. Oké. Ja, heb je er zin in? Ja, oké. Vet. Ja? Oké. Wat ik heb, zijn plaatjes van verschillende dieren. Hier een dier. Ja. Hier ook een dier. En wat jij nu moet gaan doen, is de plaatjes bij de verschillende schedels van de dieren zetten. Oké, mag ik beginnen? Je bent helemaal klaar. Dan begin ik natuurlijk met de bovenste. Ja. Precies. Ja. Waar denk je dat die bij hoort? Nou, kijk, dit is misschien wel een hele grote schedel. Dat zou wel een hele grote aap zijn, inderdaad. Ja. Zo'n King Kong. Dus kijken wat we hier hebben. Nou, maar deze voelen te groot. Ja, hier zit er nog eentje. Nee, een heel kleintje. Een kleintje. Deze. Ja, ik denk dat dat misschien wel een apenschedeltje zou kunnen zijn. Ik zet hem er voorzichtig bij. Die wil ik wel graag daar. Oké, dan is de volgende. Ja, dit is de wolf. De wolf. Die is cool, hè? Ja, en wolven staan natuurlijk bekend om hun scherpe tanden. Ja. Ik zie hier de 2 met hele scherpe tanden. Ja, maar welke van de 2 zal het zijn? Wat denk je? Ik ga voor de middelste. Ja? Oké. Ja, ik leg hem daar neer. Heel goed. Oké. IJsbeer. 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 Die is wel super vet. We hebben ook geen horens. Geen horens, inderdaad. Te groot. Ja, dan blijft er eigenlijk maar eentje over, hè? Ja, hè? Die op de hoek. Ja. Daar leg ik hem neer. Oké. Dan... Ja, deze is schattig. Geit. Geitje. Maar weet je wat mij opgevallen is, Matthias? Nou. Hier zitten ook horens op. Ja, ze hebben 2 dieren met horens. 2 schedeltjes met horens. Ja, welke van de 2 kan het zijn? Ik leg deze hier neer. Oké. En deze, die zet ik hier neer. Heel goed. Nou, ik moet zeggen, je hebt het eigenlijk heel goed gedaan. Ja, zie je, daarom toch wel de quizmaster. Dit is inderdaad goed. Dit is de giraf. Dan hebben we deze, de geit. Ja. Ja, die hoorntjes, je zei het al. Ja, het is of de giraf of de geit. Je hebt deze helemaal goed. Dus dit is top. Maar ja, deze schedel is niet van de wolf, maar die is van de ijsbeer. Dus deze twee moeten we omdraaien. Dus deze hoort bij de wolf. En die hele grote, deze, die hoort bij een ijsbeer. En dan tot slot
deze. Maar die had je dan weer wel goed. De aap, ja. Je hoort met dit leuke kleine schedeltje. Het lijkt ook wel een beetje op een mensenschedeltje. Ja, precies. De apen lijken ook best wel veel op mensen. Ja. En dat zie je dus ook terug in die schedel. Maar weet je, hoe kan je nou eigenlijk aan hun gebit zien wat ze eten? Nou, dat is een hele goede vraag. Bij die wolf bijvoorbeeld, die houdt dus wel van een lekker hertje. En om het hertenvlees af te kunnen scheuren, heeft hij dus puntige tanden nodig, waarmee je dat hert goed vast kan pakken. Maar ook hier onderin, dit zijn die kiezen die je kunt zien. Voel maar even, als je zo voelt, voel je dat ze heel puntig en scherp zijn. Ze zijn heel scherp. Net als een mes. En daarmee kan hij dus heel goed dat vlees van zo'n hertje afscheuren. Het is echt een roofdier. En hetzelfde heb je bij die gigantische ijsbeerschedel, moet je kijken. Wow. Gigantische, puntige hoektanden, waarmee je dus zo'n zeehond vast kan pakken. En dan ook weer, ja, die zijn groot, hè? Heel en dan ook weer die puntige kiezen, waarmee je dus dat zeehondenvlees kan afscheuren. Ja. Dus zo kun je zien dat dit een vleeseter is. En ze vallen ook gewoon echt zo ja, in elkaar. Mooi, hè? Echt gewoon, bijna gewoon een sleutel die je in een slot steekt, zo vallen die tanden ook in elkaar. En als we dan bijvoorbeeld hier het schedeltje hebben van zo'n geit, ja? Je ziet het al een beetje op dat plaatje hier. Hij is hier, wat is hij aan het eten? Ja, wat sprieten. Ja, precies, wat grassprieten. Nou, dat is eigenlijk groente. Ja. Dus dit is echt een planteneter, een groenteneter. En daar zijn die grote platte kiezen voor, waarmee hij dus heel goed die planten fijn kan malen. Precies, ja. Ja, ik dacht geintje. Oh, voel mijn hart helemaal tekeer. Ja, maar in de herfst zie je heel veel spinnen, hè? Ja. Ik ben spinnen. Er dol op. Ben je dol op spinnen? Ja, in mijn yoghurt. En wij, nou, de spinnen niet natuurlijk, maar wel de spinnen hebben. Oh, lekker. Nee, wacht heel even. Eet jij spinnenwebben? Bijna dagelijks, echt lekker. Nou, dat wil ik ook proeven. Ja, maar zullen we het maken ook? Kijk, ja? kijk. Maar pak je een bord, dat is heel makkelijk. Ja? Oh, dan moet je eerst even een spuitzakje maken. Kijk, want deze, kijk, ja, dit is een beetje lastig. Kijk, dit is niet zo goed. Okay. Dan heb ik hier zeg maar deze, kijk. En dan heb je hier een punt. Je maakt eigenlijk een zakje voor een patatzak. Kijk, zo. En dan doe je zo. En dan doe je zo. En dan doe je zo. En dan heb je een zakje. Kijk, en dan doe je sausje erin. Kijk. En je kan ook gewoon naar de snackbar vragen. Mak even een frietzakje zonder patat en zonder mayonaise en zonder een voorvorkje. Oh, dat is ook handig. Nou, heb jij er ook één dan? Ik heb een schaar. Nee, je moet een zakje hebben. Oh. En dan zo, kijk. Ah, maar weet je wat? Bij. Weet je wat? Oh, wat mooi! Is dit hem? Oh! Ik heb er één. Ja, want ik had speciaal ook een flesje. Kan je ook gewoon kopen natuurlijk. Ik doe ook gewoon een flesje. Ja, ja, ja. Dan doe ik dat flesje wel. Oké. Hé, we gaan een spinnenweb maken. Kijk, ik doe dan een tuutje er of zo. Ja? Ik heb hier chocoladesaus. Ja? En wat is dit voor saus? En dat is een azijnsaus. Oh. Zoet. Met suiker. Echt lekker. Maar dit is yoghurt. Oké. Nou, maar eerst deze. Maak je een spiegel. Mag jij ook doen? Dus ik ga zo'n spiegel maken. Spiegel? Doe je in het midden en doe je lepel doe je zo. Kijk, eroverheen. Oh. Dat heet in de vaktermen heet dat een spiegel. Oh, een spiegel. Je bent veel mooier bezig. Nou ja, ik luister goed naar je. En dan pak je dus je saus, bij mij chocoladesaus. Kijk, en dan maak je een spiraal. Kijk, vanuit het midden. Zo, zie je? Oh, als een soort van slakkenhuisje. Ja. Oké. Okay. Ja, is veel mooier. Nee, Fenne, jij bent veel mooier, man. Kijk, en nu komt het. Ik ben heel benieuwd. Van je af naar je toe. Van je af naar je toe. Van je af naar je toe. Van je af. Oh, sorry. Ja, oké. Ben je klaar voor? Ja. Van je af naar je toe. Ah. Van je af van je naar af. Je toe. Van je af naar je toe. Naar je toe. Kijk. Van je af naar je toe. Oh, ik zie het al gebeuren. Naar je toe. Ja, mooi hoor, hé. Hey. Nou, heel mooi hoor. Kijk, is echt heel mooi. Kijk, en nu gaan we spinnenwebben eten. Kijk zo. Oh, heerlijk. Oh, wauw. Oh. Nou, Pierre. Ik ben dol op spinnenwebben. Weet je wat? Ik leef voor jou. Ik ben dol op spinnenwebben. Ik zie het. Het is zo leuk om te maken. Ik maak wel een nieuwe. Komt goed. Ja, mooi hè? Eet smakelijk, Pierre. Leuk, hè? Spinnenwebben.
Tada! Wat heb ik jarig! Hoera! Gefeliciteerd, dokter Elvira. Dankjewel. En ik heb taart meegenomen. Want maakt echt een feestje van. Wat heerlijk. Ja, want bij een verjaardag hoort taart natuurlijk. En wil je een stukje? Ja, lekker. Nou, dan ga ik eentje. Oh, wat voor taart is het? Ja. Proef maar eerst even. Dan mag jij zeggen wat voor taart het is. Nou, een klein stukje. Oh, wat lekker. Alsjeblieft. Oh, dat ruikt heerlijk. Ja. Wat voor taart is het? Het is een spruitjestaart. Een taart met spruiten? Ik heb nog nooit een spruitjestaart gegeten, want ik eet meestal een slagroomtaart bijvoorbeeld. Of chocoladetaart, of red velvet, of regenboogtaart, of unicorntaart, die ook. Kokostaart vind ik ook heel lekker. Heel lekker. En het zijn allemaal zoete taarten, klopt. Maar mensen houden ook veel meer van de smaak, van de zoete smaak. Ja, die wordt meestal gemaakt van suiker, maar je hebt nog veel meer smaken. Zal ik je het even laten zien? Ik heb hier een plaatje van je tong. En op je tong zitten allemaal bultjes. Maar wat je niet ziet, dat in die bultjes smaakpapillen zitten. Smaakpapillen? Ja, en met smaakpapillen kun je proeven. En in elk bultje zitten dus smaakpapillen. En je hebt ook heel veel verschillende soorten smaakpapillen. Die kunnen allemaal verschillende smaken proeven. Dus door die bultjes op je tong kun je dus verschillende smaken proeven? Wauw. En je hebt verschillende smaken. Je hebt zoet en zout, umami, bitter en zuur. Weet je, heb je wel eens iets zuurs gegeten? Ja, ik heb zeker wel eens iets zuurs gegeten. Een citroen. Ja, een citroen. Het kan zo zuur zijn dat je bijna je ogen dicht moet knijpen. Ja. En dan heb je ook nog de smaak umami. Umami? Die smaak ken ik helemaal niet. Wat is dat? Dat is een smaak die de andere smaken versterkt. Bijvoorbeeld door umami smaakt een aardbei zoeter. Dus eigenlijk maakt umami het eten lekkerder. Echt waar? Ja. Umami. Ja, en het is een Japans woord voor heerlijk. Dus umami betekent heerlijk in het Japans. Ja. Wat vet. Nu ken ik ook nog een woordje Japans erbij. Ja, heel goed. Nou, zoet en zout ken je. Ja. Maar je hebt ook dus de smaak bitter. Ja. Ja, ik ben zelf niet zo gek op bittere dingen, moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Dat vind ik niet zo heel erg lekker. De meeste mensen vinden het niet lekker. En zeker kinderen niet. En daar is ook een reden voor. Wat is dat dan? Ja, bij kinderen... Die hebben meer smaakpapillen op hun tong. Oh. Die kunnen veel beter proeven dan volwassen mensen. Nou, wat grappig. Dus kinderen kunnen beter proeven dan volwassenen. Ja. Ken jij iets bitters? Ja, een radijsje. Ja. Dat kan wel heel erg bitter zijn. En als je iets niet lekker vindt omdat het bitter is, wat doe je dan? Ja. Nou, als ik dus iets niet lekker vind omdat het bitter is, dan knijp ik meestal mijn neus dicht. Dat werkt. Ja. En dat komt omdat geuren ook heel belangrijk zijn om te proeven. Dus als je iets niet lekker vindt en je knijpt je neus dicht, dan proef je het ook veel minder goed. Echt? Dus je neus is dus heel erg belangrijk voor het proeven? Ja. Ja, want ik kneep wel altijd mijn neus dicht, maar het werkt dus echt. Dus als je iets niet lekker vindt, dan knijp je je neus dicht. En als je dan eet, dan proef je het dus niet. Nee, minder. Minder. Nee. Maar het is inderdaad zo dat kinderen dus als ze jong zijn eigenlijk niet van de smaak bitter houden. Dus ook niet van spruitjes. Maar als ze ouder worden, gaan ze het steeds lekkerder vinden. Nou, ik ben gek op deze spruitentaart hoor. Ja. Ik vind hem heerlijk. Nou, ik heb er stiekem wel wat zoets in gedaan, want dan vind ik hem lekkerder. Oh, echt? Maar neem ook een stukje. Ja, ga ik doen. Lekker, toch? En weet je, smaken verschillen. Inderdaad. Lekker. Hey, Fenna. Hey. Losbode Bert, ik ga een thee drinken. Wil je ook een kopje? Oh, ja, thee vind ik heel lekker, maar ik moet nog zoveel post bezorgen. Doe maar niet. Oh, oké. Heb je wat voor me meegenomen? Ja, ik heb post en een pakketje en dat past niet in de briefbus. Dus ik dacht, breng het even naar boven. Hè? Het hoort allemaal bij de service, dat ik op en neer ga met de touwladder. Nou, ik vind het toch wel heel erg aardig van je dat je dat doet. Ja. Ik kan me niet herinneren dat ik iets heb besteld. Wat zou het zijn? Oh ja, tuurlijk! De chocoladebonbons. Mag ik jou wat vragen? Ja, natuurlijk. Altijd. Ja, want ik ben echt dol op chocola. Alleen soms zijn er van die bonbons waar iets in zit dat ik dan niet zo lekker vind. Dus zou jij misschien voor mij willen voorproeven? Voorproeven? Ja, dat je dan een chocolaatje neemt dat je alvast proeft wat erin zit en dan naar mij vertelt of het lekker is. En als het lekker is, ja, dan wil ik het ook. Want ik ben zo dol op hazelnoot. Ja, Fenna. Dat hoort, zal ik maar zeggen, ook bij de service.
Ja? Ja. Oh, nou wat fijn. Doen wij postbodes. Nou ja, pak maar. Okay. Lekker, lekker. Wat zit erin? Nou, een soort pepermuntvulling. Pepermunt. Nee, ja, pepermunt vind ik eigenlijk niet zo lekker met chocola. Mm. Ik zou heel graag hazelnoot willen. Oh, dit is een beetje nattig. Een nattig bonbon? Ja. Nee, dat heb ik liever gewoon niet. Nee, ik wil heel graag hazelnoot. Een soort kers. Een kers zit erin. Ja, kersen, chocola, het kan wel, maar... Oh, wel belangrijk dit, hoor. Dus even testen. En zit wel... Hazelnoot. Is het de hazelnoot? Ja. Oh, chill. Nou, dan wil ik die ook. Welke was het? Gertje Betsy. Ze zijn allemaal op. Ja, ze zijn allemaal op. En die waren voor jou bedoeld. Oh, wat erg. Nou ja, het maakt helemaal niet zoveel uit. Je hebt ervan genoten, toch? En dat is het belangrijkste. Nou, ik ben een beetje misselijk, geloof ik. Echt? Ja, ik ga geen bonbon missen. Oh, wacht. Wil je wat thee anders? Ja, doe maar. Hier. Oh. Ja, ga maar even rustig zitten, hoor. Ja. Ja, ik moet even een beetje thee drinken voordat ik weer op de fiets stap, zeg. Gaat het? Ja, gaat wel. Hey! Zie je een zeppelin zweven? Zwaai dan even.